20 keer lager dan wat ooit werd geroepen in het begin door de WHO. En waar misschien ook de tunnelvisie door is ontstaan wereldwijd. En misschien ook de Nederlandse overheid. Is het natuurlijk heel legitiem dat jij zegt van, nou, laten we nog eens opnieuw kijken. Wel nou mee, Irene! Is dit virus wel een A-status waard? Absoluut. En als dat van tafel gaat, krijgen we een hele andere wereld. Absoluut. Zeker. Zou het kunnen zijn dat Hugo de Jonge en de zijne bang is om dit gesprek aan te gaan, omdat deze feiten inmiddels al gewoon wereldkundig zijn? Ja, het zijn toch wel hele sterke aanwijzingen dat COVID-19 helemaal niet thuis hoort in die groep A. Want als je kijkt naar de ziektes die daar nu in staan, dan heb je dus over ebola, MERS, pokken, SARS.